Wij organiseren een groot zomerleesfeest. En dat zouden we met Annette Jacobs doen. En we hadden dus allerlei activiteiten bedacht rondom haar boeken. Maar helaas, nou heeft zij corona. En ze is er ook nog heel ziek van ook. Dus ze kan gewoon niet komen. Maar we hebben de activiteiten natuurlijk door laten gaan. Dus rondom het boek De Pizza Bende worden pizzaatjes gebakken. Zij heeft het slijmboek geschreven. Dus er wordt slijm gemaakt. En zij zou zelf een stuk voorlezen uit een boek. En dan kunnen kinderen raden hoeveel letters erin staan. Dat gaan we nu zelf doen. Dus we hebben een heleboel zelf opgelost en dat gaat gewoon door. En vanmiddag komt Jos Brummelhuis, de theatermaker. En die komt vanmiddag met kinderen theater spelen. Dus we hebben, ondanks dat Annette ziek is geworden, hebben we toch een heel leuk programma. Maar we missen het natuurlijk wel een beetje, hè? En hou jij ook van lezen? Ja, ik hou ook van boeken schrijven zelf. Ik heb thuis heb ik een schriftje en daar schrijf ik verhalen in. Dus dat vind ik zelf ook heel leuk om te doen.